Io me ne perché la oh, yeah. En die rende hieruit en die sloeg hem dan weer daar binnen neer. Dan ja. Mag ik doorspelen. Hallo. Alsjeblieft.
Goedemiddag. Dank je. Alsjeblieft. Lekker hoor. Bestuursgroep, die staan bij de tent. Ja, kun je je eigen vrouw even afgeven. Alles in de tent, ja. Wat jullie doen is perfect, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, welkom. Ja, dank u wel. Of de bestuursgroep, die staan bij de tent. Ja, oké. Okay. Hallo. Goedemiddag. Heb je Ja, helemaal klaar. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk eens. Welkom. Dat is wel flink. Alsjeblieft. Dankjewel. Mocht
stuurzoeken die staan bij de lift. Ja? Ja, welkom. Hey. Ja, dankjewel. Oh, ja, ja. Eten maar één stuk. Hi, ja, Bettina. Oké, okay. Hartelijk welkom. Ik mag een speciaal hartelijk welkom eten. Nou, welkom. Hey, hey. Ja, stuurzoeken bij de lift. Hallo! Nou, het is wel geweldig, hè? Ja, toch? Achterwege. Ja, en heel blij mee. Een lekker glaasje erbij. Onze net ook We hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. Maar ik zit even te denken waar. Kom maar, geef mij maar. Geef maar. Ja, ja, dan laat je het. Echt hier niet. Ja. Dat heb ik niet gezien. Ja. Geef dank je. Daar staan ze.
We kunnen nog wat naar achteren, zodat de mensen die achteraan zitten, de sprekers hier vooraan ook kunnen zien staan. Het zou allemaal wel prettig zijn. Degene die nou nog achteraan aansluit, het bestuur kunt u na die tijd ook nog even feliciteren. Maar kunnen we beginnen met de plechtigheid. Dames en heren, mijn naam is Martin Ettengoor. Voor degene die mij niet kennen, ik mag hier vandaag alles een beetje aan elkaar praten. Ik mag jullie namens het bestuur van Tennisclub Harderberg, de stichting, Stichting Tenniscentrum Harderberg, Vechtaltennis en Matchpoint van harte welkom heten op deze prachtige mooie opening op deze stralende dag. Voordat we overgaan tot het mooie betreden van het park en de openingceremonie, hebben wij toch nog wat sprekers kunnen vinden. Het was lastig, maar gelukkig zijn ze er nog. En we willen gaan beginnen met onze voorzitter. Ik vraag u een hartelijk applaus voor Marcel van Dijken. Ai, ai, ai. Het is zover, mensen. Shit, je ging er wel, mensen. Geweldig. Hartelijk welkom. Overweldigend vind ik het. Ik sta hier. Ik sta hier ongelooflijk trots te zijn. Op onze vrijwilligers, op ons nieuwe park. Ik kom daar straks allemaal op terug. Maar ik had veel verwacht, maar dit niet. Beste mensen, harte welkom. Ik heb niet al te veel spreektijd gekregen van onze openingscommissie, dus ik word geacht kort te houden. Dat ga ik nu ook doen. Heb ik hem al aan? Ja, jullie kunnen het niet zien, denk ik. Dus ik ga natuurlijk ook een klein beetje voorlezen. Wat ik wil doen is in niet al te veel tijd even terugkijken naar hoe het fusieproces is geweest. Daarna wil ik mensen bedanken. Je kan twee dingen doen op zo'n dag. Je kan praten over strategie, je kan praten over visie. Waar wil je met de vereniging naartoe? Hoeveel leden wil je hebben? Jeugd is belangrijk, allemaal waar. Maar als je 20 minuutjes hebt om wat te zeggen, dan moet je kijken naar wie het hier gerealiseerd heeft. En daar wil ik vandaag aandacht aan besteden in een dankwoord. En dan zit er nog een klein stukje toekomst achteraan. Om hem daar vervolgens mee af te sluiten. Dat is de verdienste van twee oud-voorzitters. En die wil ik ook graag uitnodigen om hier naartoe te komen, want die wil ik eigenlijk gewoon wat laten vertellen over de fusie. Dat hoeft de Arie zelf te doen. En weet die mannen, die weten er veel meer van. Graag een hartelijk applaus voor Ronald Boon en Jan. Ja, Ronald, daar staan we dan. Ja, onvoorbereid. Daar hadden we geen tijd voor, hè? We moesten vegen. Ja, inderdaad. Nee, ja, als we het over de fusie hebben, die is denk een jaar of 5-6 geleden al begonnen. Maar bij buurman Togo, hier TVO, Togo is begonnen. Daar is het idee ontstaan. Jan, wat is er gebeurd bij jullie toen? Ja, ik denk dat het 5 jaar geleden is dat wij bij Togo begonnen te praten over andere banen. Toen hebben wij een commissie gewonnen van wijze mannen. En die wijze mannen hebben toen besloten van, ja, we kunnen andere banen doen, andere banen, maar dat is misschien wel helemaal niet goed voor onze buurtvereniging. Zullen we niet samen aan touw gaan? Ik geloof dat Klaas Diener was die dat opperde. Dus laat die hier hebben dat die opperde om met elkaar te gaan praten. Dus ik ben met de voorzitter van TVO op tafel gegaan. Later ben ik met de voorzitter, bij Albert-Jan Roosink, de voorzitter van de stichting op tafel gegaan. En het kostte nogal wat moeite, Ronald. Want TVO was er nog niet zo aan toe. Nee, dat klopt wel. Het was begin 2013, toen hadden jullie een enquête gehouden. Dat was volgens mij unaniem bij Togo. Bij TVO moest er eerst een commissie om te onderzoeken voor een draagvlak. Toen bleek dat er genoeg draagvlak was, moest er nog een enquête gehouden worden. Maar uiteindelijk ook was bij TVO nou ruim 85% voor een fusie. Dus ja, niets stond ons toen meer in de weg. En ik weet nog wel, de avond dat wij hier in het bestuur bij TVO besloten van nou, nu gaan we met de buurman op tafel. Dezelfde avond zat ik nog bij Jan in de keuken. En
vanaf toen is het eigenlijk losgegaan. En die datum zijn we kwijt. Maar 20 november 2013, die weten we nog. Dat was onze eerste vergadering, hè? Dat was onze eerste vergadering met 3 mensen van Togo, 3 mensen van TVO. En toen hebben we ook een wijze besluit genomen om er nog 2 mensen bij aan te laten. Ik zie nog niet tegen. Ja, is ook zo. Maar goed, we hadden nog een geweldige commissie natuurlijk. Ja, 2-3 vergaderingen gehad met en iedereen was zeer positief. Allemaal kundige mensen, iedereen op zijn eigen gebied. De taken verdeeld en uiteindelijk ook de stichting aan laten sluiten. Ja, maar goed, we hadden de financiën hadden we voor elkaar. Waren goede technische mensen. Ons netwerk klopte. We konden elkaar inderdaad elk moment van de dag bellen. Eigenlijk 24 uur per dag. En op de vergadering, het was een uitzondering als er iemand niet was. Dat was een fantastische basis als team om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en toen de bouwplannen 1 keer klaar waren, we hadden 3 aannemers in de arm genomen. En toen gingen we die bouwplannen presenteren. En dat viel precies midden in de middelste week van de bouwer. En wat denk je? Iedereen aanwezig. Ja, was geweldig. Maar goed, toen moesten we de keuzes maken. En toen kwamen we er ook achter dat het heel veel geld ging kosten. Ja, en dat kun je alleen als tennisvereniging en stichting niet trekken. Dus toen moesten we aankloppen bij de gemeente. En dat is ook een behoorlijk traject geweest. Ik geloof dat we even iets over zijn, want we hadden natuurlijk nog een lelijke hobbel op een gegeven moment in de tussendoor. Ja, een kinkje in de kabel over de plannen van de bouwplannen eigenlijk. De keuze die gemaakt werd. In principe was een ruime meerderheid was voor wat er nu staat, want we zijn hier allemaal hartstikke blij mee. We hebben nog een brainstormavond gehad met 30 betrokken leden van beide verenigingen. En daar kwam ook redelijk unaniem dit plan uit, dus daar was het draagvlak wel voor. Alleen toch, met de stichting ging het even een klein beetje mis. Jammer, hè? Dat was echt heel jammer. Want, laten we eerlijk zijn, Albert-Jan en Herman, ik bedoel maar, die hebben geweldig bijgedragen, ook bij ons. Ik weet dat onze voorzitter straks nog terugkomt om de oude stichting ook heel erg te bedanken daarvoor. Dus dat doen wij maar niet. Maar jammer dat het zo liep, maar bedankt voor wat ze gedaan hebben. Ook voor de fusiecommissie. Wat ze in de fusie gedaan hebben, dat was een zeer positieve bijdrage tot aan de bouwplannen. En het verleden daar, ja goed, daar kunnen we alleen maar positief over zijn. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk, de plannen waren ambitieus, maar het ging nogal wat geld kosten. Ja, best wel. Ja, en toen moesten we dus het lobbycircuit starten met de gemeente. Vertel eens, hoe hebben we dat eigenlijk gedaan? Ja, eerst heel veel raadsvergaderingen bijgewoond. Heel veel zendtijd gekregen in de raadsvergaderingen, regelmatig ingesproken, ons verhaal gedaan. En uiteindelijk zelfs, ik dacht, alle fracties hier gehad. Of heb ik dat mis? Volgens mij zijn ze allemaal geweest. Ja, ik bedoel maar. Ja, we hebben ze allemaal gehad. Behalve, ik weet niet, ik hoop niet dat er te veel D66 stemmers zijn. Want die zijn niet geweest, die hadden geen tijd. Maar voor de rest hebben we ze allemaal hier op bezoek gehad. We hebben ze allemaal enthousiast gemaakt. We hebben ze inderdaad in de raadsvergadering 3 keer toegesproken om ze te motiveren om bevroegen 500.000 euro. Het was natuurlijk ook niet niks, hè. Maar goed. Wat een geweldige steun hebben we gehad van de burgemeester, maar met name van Douwe Prinsen, de wethouder die sportzaken in zijn portefeuille heeft. Ze zeggen wel eens de gemeente, dat is stroperig, dat is lastig, dat is moeilijk. Maar ik wil graag een enorm applaus voor de politiek, maar ook voor de ambtenaren van sportzaken en iedereen die eraan meegedragen heeft. Want het is gewoon, de steun die we daarvan ontvangen is fantastisch. Wat wil jij nog kwijt, Ronald? Ja, eigenlijk alleen maar trots. En alleen maar zeggen, de trots op de oude verenigingen, op de oude besturen. Enorm trots trouwens ook op het nieuwe bestuur. Allemaal eigenlijk op bestuurlijk niveau onervaren mensen inderdaad. Die nou laten zien dat ze al enorm veel tijd en energie in deze vereniging stoppen. En vanaf nu gaat het voor hun pas echt beginnen. Want nu kan het echt over het spelletje tennis gaan. En de fusie en padel inderdaad, neem me niet kwalijk. Maar de recordsport in het algemeen gaat hier wel enorm groeien de komende tijd. Dat kan niet anders. Want dit straalt een partij energie uit, dat gaat heel veel leden opwerven en heel veel plezier. Dus wij als oud-voorzitters, wij kunnen wel afsluiten om ons... We zijn inderdaad trots op ons nieuwe bestuur. Leuk dat ze, hartstikke mooi dat ze doen. En ik volg de app nog van het bestuur. En die is elke dag, heb je met gemak 20 app. Maar we zijn heel blij. We wensen jullie ook enorm veel energie en heel veel... heel veel succes met alles wat nu gerealiseerd is. En eigenlijk kunnen wij wel zeggen, we zijn blij dat we er klaar mee zijn, nog niet? Onze taak zit erop.
Jongens, de Malediven. Allemaal veel succes. Dankjewel Jan, dankjewel Ronald, voor het mooie verhaal, voor het wegmaaien van alle gras voor mijn voeten. Dus dan gaan we dubbeleurs zitten in wat ik wil gaan vertellen. Ik sta hier als een dankbaar voorzitter en dankbaar voor wat we hier met elkaar hebben gedaan. Ik ben dankbaar voor meer dan 100 vrijwilligers die hier op de been zijn geweest de afgelopen maanden. Ik ben ontiegelijk blij ook dat het voorbij is. En dat we nu gewoon lekker kunnen gaan tennissen en dat we lekker kunnen gaan padellen. Mijn vrouw die zei gisteravond tegen mij, Marcel, het slaat helemaal nergens meer op. En ze heeft vanaf dag 1 dat ik hier voorzitter geworden ben, zij is er eigenlijk de reden van, ze zei je moet het doen. En gisteravond of eergisteravond zei ze, het slaat nergens meer op. En dat is misschien ook wel een klein beetje zo, maar dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor tientallen mensen binnen onze vereniging. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat jullie dat allemaal gedaan hebben. Bij bedanken moet je ook even een stukje terugkijken. Jan en Ronald die hebben hier net al het een en ander verteld. Doen. En als je de schop in de grond doet, kun je niet meer tennissen. En dat vindt niet elk lid leuk. Kan ik jullie vertellen. En dat hebben we aan de lijve ondervonden. Daar hebben we alternatieven voor gezocht. En we hebben afspraken gemaakt bij onze nobbers, zoals wij dat noemen. Met Slagharen, Gramsbergen en Ommen. Daar hebben we gesprekken gevoerd. En daar zijn we met open armen ontvangen. En die hebben ons gezegd, tuurlijk helpen we jullie. Stuur je leden maar naar ons. Wat wil je? Wil je een sleutel? Wil je een sleutel van de kantine? Alles kon. Nou, een sleutel van de kantine is misschien niet handig. Hebben we ook niet gedaan. Maar een woord van dank naar onze nobbers is absoluut op zijn plek. Want jullie hebben ons door deze winter heen geholpen. Dankjewel. Ik weet niet of jullie al binnen zijn geweest. Maar binnen was, als ik heel eerlijk ben, maar goed, dat is echt een persoonlijke mening, oude meuk. En als je nu binnenkomt, en dat is in 6 weken tijd gebeurd, met eigen middelen, met eigen mensen. Het is een bruin café geworden. Ik zei het maandagavond, en ik weet niet, er zullen niet heel veel mensen zijn die het gehoord hebben, maar ik was maandagavond op de radio. En toen zei ik het ook, laat heel Hardenberg maar komen kijken. Want wat hier binnen gebeurd is in 6 weken tijd, dat doen ze bij RTL Woonprogramma's ons niet na. Dat is echt prachtig geworden. Dus ik wil al die mensen die daar hebben meegeholpen, maar ook alle bedrijven die daarin gesponsord hebben, ongelooflijk bedanken. En dan kom je dus ook op bedrijven die geholpen hebben, bedrijven die gesponsord hebben. Maar dat is niet alleen daar binnen gebeurd, want kijk hier buiten. En zonder sponsoren ben je er niet. Maar er zit 1 stap voor en dat is een sponsorcommissie. En die sponsorcommissie die heeft een sponsorplan gemaakt. En dat gaat op dak. Iedereen wil sponsor worden van TC Hardenberg. Iedereen wil onderdeel zijn van Padel. Dat is echt heel mooi. En daar maken we ook fouten in hoor. Want we hebben ook sponsoren gehad. Waarom heb je me niet benaderd? Ik ben al jaren sponsor. Ja, sorry. En daar ben ik oprecht. Dat is echt niet goed van ons. Maar als je gewoon een eerlijk verhaal vertelt en zegt, ja, sorry, er zit wat communicatiestoring. En in dit specifieke voorval was het 1 uur later, was er een nieuwe sponsordeal gedaan. Dus de sponsoren, er kunnen er absoluut nog een paar meer bij. We hebben nog plek, toch Rob? Zeker. Maar dank jullie wel voor het mogelijk maken van dit geweldig park. Een week of 4 geleden heb ik een beetje de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben voor een telefoon gaan staan en achter die telefoon stond Ronald Boon, die was mij aan het filmen, daar op dat middenterrein. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe een oproepje voor onze leden om ons te helpen hier op het park. En er moest nog wat aangeveegd worden her en der en er moest nog een klinkertje rechtgelegd worden. Weet je wat ik doe? Ik doe een oproep op Facebook. Binnen 3 uur was die 2500 keer bekeken. Dat was wel een beetje beangstigend, eerlijk gezegd. Want daar zitten dus 2500 mensen naar jouw filmpje te kijken, waar je natuurlijk zelf absoluut niet tevreden over bent. Maar ik heb een oproep gedaan voor een paar klusdagen. En in die klusdagen staan hier 30, 40, 50 leden op een ochtend ons te helpen. Dat is volgens mij waar deze tennisvereniging over gaat. Ik hoorde Edwin Evers van de week op de radio. Die zei, wat is het verschil tussen de grote stad en het dorp? Er zullen meer mensen zijn die het gehoord hebben. Dat is het verschil. Beste Westerlingen, beste Edwin Evers, maar die wist het al. Dat is het verschil tussen Amsterdam en Hardenberg. Vrijwilligers, super bedankt.
de toekomst brengt veel mooie dingen. De gevleugelde woorden van Bert Muhlman waren: beste Marcel, best bestuur, beste leden, de fusie begint nu pas. Dat was een half jaar geleden. Die fusie die is toen begonnen en die was pittig in het begin. En voor mij ook. Hè, want er komen twee culturen samen. En dat is niet altijd makkelijk. Want ik heb in het begin gezegd, mensen praat met ons. In plaats van over ons. Misschien is dat een beetje een uitspraak geweest. Die niet helemaal eerlijk was. Hè, die te rechtvaardigen was. Aan de andere kant is het zo, het is steeds meer gebeurd. Er zijn steeds meer mensen met ons gaan praten, hebben kritiek gehad. En daar doen we dan weer wat mee. Daar kom ik zo meteen met de clubkleding nog heel even op terug. Maar de fusie is begonnen. En dat was zo. En dan hebben we drie kwart jaar hebben we hier in een bouw gezeten. Dat is heel goed voor je fusieproces. Want als je gaat verbouwen, en iedereen zal het weten die een relatie heeft en in die relatie een keer in een verbouwing heeft gezeten, dan ontstaan er spanningen. En ontstaan er ruzies. En we leren elkaar kennen, maar het verbroedert ook. Ik heb hier mensen gezien waarvan ik gedacht dat ze hier nooit elkaar een hand zouden geven, die elkaar de armen om de schouders sloegen. Dus we kunnen de toekomst in. We zijn er klaar voor en daar ben ik blij mee. Ik wil alleen aan die uitspraak van Bert, en ik heb hem niet zo gevleugeld, maar ik wil er wel een uitspraak aan toevoegen. Want nu overwinningen vieren en het succes vieren met elkaar, dat is makkelijk. Dit is allemaal geweldig. Maar het gaat misschien ook een keer weer minder worden en we gaan mensen verliezen. Overwinningen moet je samen vieren en leed moet je samen delen. En ik hoop dat dat een identiteit wordt van TC Hardenberg. Ik heb van de week gezeten hier met een lid, sponsor ook, en die zegt tegen mij: Marcel, ik voel me hier zo gewaardeerd, ik voel me hier zo welkom. En laat dat maar onze identiteit zijn. Ik hoef niet morgen naar 1100 leden. Zou prachtig zijn hoor. Maar wees welkom. En elke rang, elke stand, iedereen is welkom. En dat wil ik graag, dat willen we graag als bestuur uitstralen. 2 minuten. Nog steeds? Nee, één dingetje nog. We willen ook vernieuwend zijn. En dat zijn we, denk ik. Als je kijkt naar padel, heel simpel, dat is landelijk nieuw en dat is mooi. Digitaal, waar gaan we afhangen? Nou ja, er zijn een aantal leden die ons ook op de ledenvergadering gevraagd hebben: digitaal afhangen, maar hoe moet dat dan? Ja, ik weet het zelf ook nog niet, sorry. Maar we gaan het wel doen. De clubkleding. Ja, dat hebben niet veel tennisverenigingen. Tennis is een individuele sport en dan is clubkleding niet heel gebruikelijk. Maar we hebben wel onze nek uitgestoken om het te proberen. En dat is in eerste instantie is dat niet helemaal goed gegaan. De fout hebben we hersteld. En als ik nu zie wat voor clubkleding er ligt, ja, geweldig. Ik kan niet wachten tot ik erin kan tennissen. Als je kijkt naar social media, wat ik net zei, ik maak een filmpje en dat filmpje wordt 2500 keer bekeken. Dat komt niet omdat ik zo grappig ben, helemaal niet zelfs. Maar dat komt gewoon omdat we groot bereik hebben met Facebook. We zitten op die social media, zitten we goed op koers. Dus ook dat is de toekomst. Ja. Nou zie ik hier een paar verschrikte gezichtjes zo vooraan. Hij zei: vergeet ze. Nee, ik vergeet ze echt niet. Beste mensen van de bouwcommissie. Tennis in het Hardenberg, ik, het bestuur en iedereen die tennis een warm hart toedraagt, is jullie eeuwig dank verschuldigd. Ik heb geprobeerd althans geen namen te noemen, want je moet altijd oppassen met wie je wel bedankt en wie je niet bedankt en het noemen van namen. We hebben ongelooflijk lopen handen met de planning. Jullie hebben heel veel tegenslagen gehad. We trokken hier donderdagavond nog een gasleiding kapot in baan 1. Ik heb 2 mensen van onze bouwcommissie donderdagavond in de ogen gekeken en er stonden letterlijk tranen in. En die bevlogenheid, die raakt me. Dat vind ik echt geweldig. Het enige wat ik wel heel erg jammer vind, is dat jullie 23 euro op 1 miljoen uit de begroting zijn gelopen. Dus ik wil jullie 1 advies geven. Je doet die 23 euro er maar lekker zelf bij. Ik wil ongelooflijk applaus, en ik noem toch namen, voor Tom Kramer, Karel Snijders, Ronald Boon en Jan Hengschreur. Slotzin.
En die is heel simpel. Ik feliciteer iedereen met dit fantastische park. Ik wens alle leden die nu lid zijn en die de aankomende jaren hier lid gaan worden, ongelooflijk veel tennis en padelplezier bij TC Hardenberg. Dankjewel. Dat waren mooie, hele mooie woorden, Marcel. Ik denk ook geen stuk aan gelogen. En als ik praat over mensen met tranen in hun ogen, dan denk ik dat ik hem nou aankijk dat hij ook tranen in zijn ogen heeft. Want de emotie zit er goed bij hem in. Marcel, bedankt dat je deze club wilt leiden. We hebben natuurlijk een gemeente, die doet soms iets, die stopt ergens een paar centjes in. En die eisen dan direct ook een stukje zendtijd. Dus ik wil even naar voren hebben, de wethouder onder andere van sportzaken. Hij heeft tegenwoordig een elektrische fiets, dus sportief bezig. Meneer Prinsen. Ja, dankjewel. Bestuur, voorzitter. Oud besturen, vrijwilligers, alle aanwezigen. Wat een geweldig sportpark. Wat zijn wij weer een fantastische sportaccommodatie rijker in onze gemeente. Ik moet iets voor het geluid weg, geloof ik. Super. We hebben al heel veel parels, maar er is zeker een parel aan toegevoegd. Ik was hier 2 jaar geleden met RTV Oost. Die gingen opnames maken rondom de sport. En die waren hier bezig opnames te maken. En die zeiden, jongen, wat hebben jullie hier een fantastisch sportpark. En ik, apentrots, ja, we zijn nog bezig met de sportboulevard. We zijn hier nog mee bezig, daar nog mee bezig. Nou, mensen vielen bijna van achter de camera weg. Maar als dit toen gerealiseerd was, nou, dan was het plaatje nog veel mooier geweest. Geweldig. Ik moet zeggen, commissie die onder leiding van Bert Mulman is bezig geweest. Je hebt wel strontmazzel gehad met zo'n voorzitter. Want als je over 18 agendapunten 1,5 uur de tijd krijgt, dat heb ik in al die jaren als wethouder met hem nooit meegemaakt. Wij kregen daar 1,5 uurtje voor. En dan moesten we het maar weten. Dus u heeft ongelooflijk mazzel gehad. De gemeente, de gemeenteraad, ambtenaren. Volgens mij hebben we het spel gespeeld zoals het misschien wel gespeeld moet worden. Ik weet dat we bij de coalitieonderhandelingen, ik wilde graag weer sport in portefeuille en ik had een lijst van ongeveer 8 miljoen. Maar ik wist ook dat we de decentralisaties vanuit de zorg naar ons toe kregen. En toen hebben we in de coalitie afgesproken, het kan niet zo zijn dat je straks vreselijk goed kunt tennissen, maar dat je huis niet meer schoongemaakt kunt worden. Of dat je kunt voetballen op een kunstgrasveld en dat wij geen geld hebben voor handen aan het bed. Dus we hebben gezegd, we gaan eerst de decentralisaties doen en we zetten alle sportzaken zetten we op de reservelijst. Nou, en toen kwamen de sportverenigingen natuurlijk langs. Jan Heuver. En nog een keer Jan Heuver. En toen zei ik, bij mij moet je niet zijn. Je moet bij de politiek zijn om aan te geven van dat het nood toch wel hoog is. Nou, zo is het ongeveer gegaan en er waren nog wat andere sportverenigingen. En toen kreeg ik het verzoek van de raad om ervoor te zorgen, en dat was november 2015 volgens mij, om een lijst te maken, liefst ook met prioriteiten, wat we dan nodig zouden hebben in deze gemeente voor sport. Nou, dat was een sporthal, dat waren nog 3 kunstgrasvelden voetbal, een kunstgrasveld korfbal. Dat was nog wat privatisering van kleedaccommodaties. En dat was natuurlijk de tennis. Nou, we hebben alles ingebracht. Dat ging om 8 miljoen, zoals ik al zei. En de raad zei, maak maar een meerjarenplanning. Die hebben we gemaakt. De raad heeft die goedgekeurd. En het is fijn dat je ook voor mij applaudisseert. Dat voelt altijd goed. Maar besef wel heel goed, je kan nog als wethouder van alles willen. Je hebt een fantastische ambtelijke organisatie nodig die in oplossingen denkt. Maar je hebt ook een gemeenteraad nodig. Ja, een gemeenteraad die ook het belang van sport, het belang van ook iets samen doen, want we hadden ook 1 miljoen kunnen geven. Dan had u hier niet zo en sommigen wat geëmotioneerd gestaan, want dan was die binding, dat fusieproces was niet op die wijze op gang gekomen. Dan was het sportpark van de gemeente geweest, de tennisbanen van de gemeente. Nu is het van u. Maar dan heb je dus wel een gemeenteraad nodig die ook zo ernaar wil kijken en die dat ook wil steunen. Dat hebben jullie, Jan Heuver en consorten, op een geweldige manier gedaan. De raad was er van onder de indruk. Er was zelfs al zo'n gretigheid dat mensen al toezeggingen deden. Nou, daar kun je iets van vinden. Er werd zelfs al een naam van het nieuwe tennispark werd er al genoemd. Maar goed, wij noemen dat beginnersfoutjes. Geeft niet. U heeft het met z'n allen klaargespeeld.
En ik werd ook wel eens door mensen van de tennis gevraagd, kom eens een keer kijken. Dat heb ik ook wel gedaan, maar dat deed ik altijd als er niet echt hard gewerkt werd. Want ik weet precies hoe het gaat als ik als wethouder daar kom en ik laat me rondleiden en zeg ze, nou, hier is nog iets, dat zouden we echt gelijk mee moeten nemen. Zo gaat dat in de regel. Ja? Dus ik denk, ik ga wel zo af en toe eens even nemen mijn eigen tijd zonder dat mensen zeggen, kijk, maar dat hielp niet helemaal. Want als ik s'avonds zo rond een uur of negen een appje kreeg en er stond Jan Heuver bij, dan dacht ik, dit zou wel eens geld kunnen gaan kosten. Maar dat hebben we, denk ik, in een heel mooi samenspel gedaan. Want zo af en toe kom je als vereniging in het werk, als je niet elke dag professioneel ermee bezig bent, kom je dingen tegen, ja, die moeten opgelost worden. Nou, dat hebben wij geprobeerd, en ik zie ook hier Kees staan, mijn ambtenaar, dat hebben wij geprobeerd, om dat zorgvuldig, maar wel op een goede manier, oplossingsgericht elke keer op te pakken. Ik heb het een verdraaid genoeglijk project gevonden, want met name dat samen. Want we kunnen het hebben over Facebook, hartstikke belangrijk, we kunnen het hebben over allerlei moderne dingen, maar het gaat om mensen. Het gaat om mensen die met elkaar iets willen. En ik weet één ding zeker, jullie hebben hier met elkaar samengewerkt, maar er is ook vriendschap ontstaan en dat zie je dus ook wel weer terug als je het hebt over ons sociaal domein, naar elkaar omzien. Ik gebruik vaak de voorbeelden als vrijwilligers bij een sportvereniging met elkaar klusjes doen op maandag, de velden schoonmaken. Als een van die mensen eens even ziek is, of als er in de huiselijke situaties aan de hand is, hoe vaak hoor ik niet de verhalen dat binnen die vriendenploeg dat opgelost wordt. Dat is een zorgzame samenleving. En dat sporten gezond is en al dat soort dingen er hoort erbij. Maar de bijvangst uit dit project, ja, is misschien nog wel groter dan het product wat we hier zien. Wat we zeker nodig hebben om die bijvangst te kunnen realiseren. Ik wens jullie ongelooflijk veel genoegen toe. Mijn zoon is een redelijk tennisser. Die mag altijd graag tennissen. En ik zal hem aanbevelen om hier ook te komen tennissen. Om ook dit sportpark eens goed uit te proberen. Hij is regelmatig hier volgens mij in de hal. Maar dit is een aanwinst waar wij met z'n allen super trots op kunnen zijn. En dat hebben jullie gerealiseerd. Proficiat en veel succes. En het schijnt dat ik altijd... Ja, ik heb hem. Ik zei vanochtend, ik moet nog iets mee hebben. Nou, toen waren er eerst wat van, nou, hebben ze al niet genoeg gehad en zo, hè? Dat weet je wel, hè? Ja, dat is flauw. Een kleinigheid om misschien nog iets leuks voor in jullie sportcafé, noem ik het maar even, te kunnen aanschaffen. Ik weet niet waar de voorzitter gebleven is. Ja, daar is die. Ja, proficiat. En nogmaals, dank namens het gemeentebestuur dat jullie dit voor de gemeente hebben willen doen. Want zo is het ook nog een keer. Yep. Alsjeblieft. Dat waren mooie woorden. Oh ja, voor mij wethouder Prinsen. Voordat we naar de opening, hoe noemen we dat, ritueel gaan. Ik wil wel vragen als het bestuur en onze wethouder graag naar peddelbaan 12 gaan. Nee, we hebben er maar twee, maar volgens mij is het baan 12. En ondertussen, als jullie even omdraaien, wordt daar een filmpje gestart. Hoe het was en hoe het is geworden. Voor degenen die het niet kunnen zien, het wordt vandaag nog meer getoond. Dus de hele avond kun je nog kijken. Rechtsom, hè? Komt alle aannemers, onderaannemers, alle ZZP'ers die hier gewoon dag en nacht druk zijn geweest, daar wil ik maar even een hartelijk applaus voor. De muziek wordt ingezet en we gaan niet meer precies dan bij de overheer. Ik heb nou heel zuinig, John. Ik heb mijn zin wel benaderd.
het BNB en de Raad en aanbieden. Ik hoop dat jullie het uitleg mag doen. Nou ja. Ik heb nog een voordouw. Misschien is die binding hier onderin gestaan. Dankjewel. Jullie mogen daar naartoe. Glaasje van natuurlijk, hè? Salutie. Cheers. Ik iets van bij. Cheers. Dankjewel. Ja, kom even staan. Oh, oh, oh. Oh. Ja, ja. Tuurlijk niet, Ronda. Een plakboek. Ja, ik wil wel wat nippen graag. Wat drinken? Jongens, proost. 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 Ja, mensen. Op de klus. Op de klus. Mooi. Op een mooie toekomst. Ja. 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 Thank you.
Ja, het rangel. Nee. Ah, 11 van mijn AA11 heel veel AA11 dan
Oké, okay, dag. Ja, en zo ga je op de baan. Je hebt goed onthouden, zeg. Hier bij de baan 12 zich te verzamelen, zodat jullie een goede zichtlocatie hebben op de demo die er wordt opgegeven. De baan is al een stuk uitleg bij de regels te zijn. Dit is leuk, hè? Ja. Doe het even voor de demonstratie in het padel. De jongen met de pet op. Hij is heel goed in de leven. Goedendag. Een beetje buitenuit, dus als het goed is kan iedereen even een beetje kijken bij de competitie. En wat mij vooral opviel is, hij zweet helemaal niet. En op mijn verhaaltje staat dat Berend een van de grootste talenten is die we hier hebben. Proberen we het smash af om midden te scoren. Ik heb veel zilverzorgsmesjes, behalve de smashmesjes.